Goedemorgen. Ik had gisteren een gesprek met drie mannen. Heel spannend gesprek. Ja. Intrigerend. Ik weet niet of die mannen wijs waren, maar het is een heel boeiend gesprek. En de onderzoeksvraag was, want ik hou van interessante onderzoeksvragen. Ik hou ook van onderzoeksvragen die een beetje op het kantje hangen. Waarvan je denkt, ja, daar praat je toch eigenlijk niet over. Dat soort onderzoeksvragen. En dit ging over plaatsmaken. Kan ik plaatsmaken? Kan ik plaatsmaken in een gesprek als het niet meer passend is dat ik woorden gebruik? Kan ik dan zwijgen en plaatsmaken, zodat er ruimte komt in het gesprek voor anderen? Kan ik plaatsmaken binnen mijn functie in het bedrijf, als er eigenlijk behoefte is en ruimte voor een andere werknemer op deze functie? Ben ik dan in staat, heb ik dan de kwaliteit, heb ik dan het vermogen om plaats te maken in het belang van het bedrijf? En dan natuurlijk de ultieme stap, kan ik in het leven plaats maken voor de nieuwgeborene? Dus ik woon nu in een heel groot huis, waar met gemak 1 of 2 gezinnen kunnen wonen. Als de situatie erom vraagt, kan ik dan plaats maken om mijn huis te verlaten, om het beschikbaar te stellen voor 1 of 2 gezinnen. En dan nog, nou ja, eigenlijk de meest ultieme vraag is natuurlijk, kan ik in het leven plaatsmaken? Kan ik in het leven achteruit stappen of verdwijnen? Om ruimte te maken voor nieuwgeborenen. Ja, die is pittig, hè, die laatste. Kan ik plaatsmaken? Nou, daar ging het over. Dus als je ook nieuwsgierig bent voor pittige onderzoeksvragen, en niet dat je ze allemaal hoeft uit te voeren, hè, maar dat je van die pittige onderzoeksvragen voorgeschoteld krijgt en dat je denkt, mijn God, wat mag, wat kan en wat wil ik daarop antwoorden? Nou, dan ben je welkom hier in Bovenkarspel. Dan schotel ik ze jou voor. Have a nice day. En er is natuurlijk nog eentje, ja, die is ook bijna onmogelijk. Die is bijna onmogelijk, ondraaglijk. Om over te denken of over te antwoorden, die klinkt als volgt. Kan ik plaatsmaken binnen een bestaande liefdesrelatie? Als mijn aanwezigheid niet meer gewenst is, kan ik dan volwassen plaatsmaken voor degene die wel gewenst is? Ja, die is ook pittig, toch? Kan ik binnen een liefdesrelatie plaatsmaken als mijn aanwezigheid niet meer gewenst is, kan ik dan plaats maken?